Zorg dan dat je volledig ontspannen ligt voor deze yoga nidra. Je kunt nog een keer zuchten of gapen. Dan sluit je je ogen en laat je je lichaam volledig ontspannen. En wanneer je tijdens de yoga nidra bedenkt van ik lig toch niet lekker, voel je dan altijd vrij om op een andere manier te komen liggen. Ontspan je lijf dieper naar beneden. Alsof je je lichaam laat smelten. Je hoeft op dit moment nergens heen. Er is ook niks wat je hoeft te doen. Geen oplossingen te verzinnen. Alleen maar hier zijn en meer verzachten. Wees in je lichaam en luister naar mijn stem. Wanneer je niet alles hoort wat ik zeg, dat is helemaal oké. Het is natuurlijk om in en uit je bewuste luisteren te vloeien. Je kern luistert altijd. En er is geen enkele manier waarop je dit verkeerd kunt doen. Dus luister zonder te hard te proberen. Het is belangrijk dat je lichaam nog steeds comfortabel is en zo stil mogelijk kan blijven liggen. En laat de zwaartekracht zijn werk doen. Ontspan je kaak. Laat je ogen rusten. En word stil voor diepe ontspanning. Diepe voeding voor je hele lijf. Word je dan bewust van je natuurlijke ademhaling. En neem dan een wat diepere inademing. En wanneer je uitademt, voel je dat je hele lichaam zachter wordt. En laat je geest spanningen los. En doe dat nog 2 keer. Een wat diepere inademing en laat spanning los op de uitademing. En voel dan nu je natuurlijke adem, zonder dat je er enige moeite voor doet. Tel terug met iedere uitademing. Begin met 10. De volgende uitademing is 9. De volgende uitademing is 8. En met iedere uitademing laat je dieper los. Ontspan je lichaam en je geest met iedere uitademing. En wanneer je bij 0 aankomt, ligt je lichaam gemakkelijk, comfortabel. En kun je rusten in de stilte. Nu is het tijd om de Sankalpa, of de affirmatie, te oefenen. Je keert dieper naar binnen om je bewust te worden van datgene wat je het diepste verlangt. Wat wil je hart echt? Je creëert je Sankalpa of je intentie gebaseerd op het diepste verlangen van je hart. Het is een positieve verklaring in de tegenwoordige tijd, alsof het al gebeurt. Maar voordat je je Sankalpa in je hoofd uitspreekt, voel eerst een moment van dankbaarheid. Voel je dankbaar voor alles dat je heeft geleid naar het nu. Ervaar dankbaarheid voor alle acties, gebeurtenissen en beslissingen die hebben geleid naar waar je nu bent.
geworteld in het gevoel van dankbaarheid. Spreek je je persoonlijke sankalpa uit in je gedachten. Bijvoorbeeld, ik ben tevreden waar ik ook ben. Ik ben ontspannen. Of, de geboorte van mijn kind verloopt ontspannen. Ik laat los. Spreek je sankalpa nu 3 keer uit in gedachten en voel alsof het al gebeurt. Herhaal de woorden heel precies 3 keer. Laat nu je bewustzijn door je lichaam reizen. Luister simpel en voel ieder deel wanneer het genoemd wordt, terwijl je stil blijft liggen. Je ziet of voelt ieder lichaamsdeel en je verdiept je ontspanning. Begin met de mond. Voel je mond. Ontspan je tong. Voel je kaak, lippen, de bovenlip, de onderlip. Merk op waar je lippen elkaar aanraken. Voel de gehele binnenkant van je mond, de boventanden met het tandvlees, de ondertanden met het tandvlees. Achterkant van de tong, het midden en het puntje van de tong. Voel de rechterkant van je wang en de linker binnenkant van de wang. En voel nu alle delen van de mond als één geheel. Voel dan je neus. De top van je neus, de neusvleugels, de rechter, de linker, beide neusvleugels tegelijkertijd. En word je bewust van de adem. Volg je natuurlijke adem via de neusvleugels dieper je lichaam in. Word je bewust van je oren. Voel je rechteroor en het linkeroor. Beide oren tegelijkertijd. Voel de vouwen en de rimpels van je oren. De oorlellen en de oorkanalen. En volg de oorkanalen dieper de oren in. Merk op dat je hoort. Voel je ogen. Je rechteroog. Je linkeroog. Beide ogen tegelijkertijd. Voel de oogleden. Voel hoe de oogleden je ogen aanraken. Voel de ogen als geheel en laat ze rusten. Voel de rechter wenkbrauw en de linker en ook de plek tussen je wenkbrauwen. Ontspan het hele voorhoofd, beide slapen. De bovenkant van je hoofd en de achterkant. Voel je hoofd als geheel. En ontspan dan ook de nek. De achterkant van de nek. De zijkanten. En verzacht de keel.
Breng dan je aandacht naar je rechterhand. Voel de duim, de wijsvinger, de middelvinger, de ringvinger, de pink, de binnenkant van je hand, de rug van de hand. Voel je pols, je onderarm, de elleboog, de bovenarm, de hele schouder. Voel je rechter oksel, je rechter ribben, je middel. Voel je rechter heup, je lies, je dij, de knie. Voel je rechter onderbeen, enkel, de voet, de voetzool en alle tenen. En voel dan je linkerhand, de duim, de wijsvinger, de middelvinger, de ringvinger, de pink, de binnenkant van de linkerhand, de rug. Voel je pols, de onderarm, de elleboog, de bovenarm, de hele schouder. Voel je oksel, de ribben, je middel. Ontspan de linkerheup, de lies, de dij, knie, onderbeen, enkel, voet, de voetzool en alle tenen. Breng je aandacht nu naar je onderbuik. Het midden van je buik. En het bovenste deel van je buik. En voel dan ook de baby in je buik. Breng je aandacht nog dieper naar binnen. Naar het bekken. Tussen de zitpotten. Ontspan het hele bekkengebied. En voel dan jouw middenlijn. Vanaf je bekkenbodem. Via de navel. Midden van de buik. Het hartgebied. De keel. De mond, de plek tussen de wenkbrauwen en de kruin. En voel dan nu waar je lichaam contact maakt met de grond. Ontspan daar nog dieper. Voel je hele lichaam. Onderkant, de bovenkant, de voorkant en de achterkant. Ontspan van top tot teen. Aandacht
weer naar de adem. Je gaat nu met je geest afwisselen met ademen tussen beide neusgaten. Je voelt de adem via het linker neusgat naar binnen komen en via het rechter weer naar buiten stromen. Vervolgens in via de rechterkant en uit via de linkerkant. Het kan lastig zijn om de luchtstromen te voelen door de individuele neusgaten, maar blijf proberen. Geef volledige aandacht aan het afwisselend inademen. Via links, uit via rechts, in via rechts, uit via links. Volg de adem door de neus. In links, uit rechts. In rechts, uit links. Ga door. Blijf de ademstroom volgen. Laat de adem nu los en voel de adem stromen via beide neusgaten tegelijkertijd. Je komt weer terug in je natuurlijke in- en uitademing, zonder enige moeite. Laat je lichaam nu heel zwaar worden. Zo zwaar dat je door de grond zakt, dieper in de aarde. Laat je lichaam zo zwaar worden als lood. En laat het gevoel van zwaarte groeien. Ervaar je lichaam waar je contact maakt met de vloer. En word je dan bewust van de ruimte tussen je lichaam en de vloer. Voel de ruimte tussen je voeten en de grond. De ruimte tussen je benen en de grond. Je heupen, je bovenlichaam en de grond, je hoofd. En voel nu al die ruimtes tegelijkertijd. Ontspan en voel al die ruimtes tegelijkertijd. Voel de ruimte net onder je lichaam. En laat die ruimte tussen je lichaam en de grond nu groter worden. Ervaar je lichaam als gewichtsloos. Laat je lijf licht worden. Zo licht dat je van de vloer opstijgt richting de lucht. Je lichaam voelt zo licht als een veertje.
helemaal gewichtsloos. Maak vanuit die gewichtsloosheid contact met je baby. Een baby die in jou ook gewichtloos heen en weer beweegt. En herinner je nu je diepste hartwens. En herhaal nu diezelfde woorden van de Sankalpa die je aan het begin van deze Yoga Nidra hebt gebruikt. Voel dat deze Sankalpa waarheid wordt. En herhaal deze woorden 3 keer. En wees nu dankbaar dat deze Sankalpa al echt is. Voel dankbaarheid. Wees op je gemak. Volledig veilig en kalm. En alles is zoals het zou moeten zijn. En word je dan weer bewust van je adem zoals die nu is, zonder moeite. Voel je natuurlijke adem zoals deze in en uit je lichaam stroomt. En visualiseer dan een wit licht op de inademing. Het stroomt je lijf in met nieuwe energie. En wanneer je uitademt, visualiseer je water. Dat langs je lichaam stroomt en alle spanningen meeneemt. Adem energie in en adem spanning uit. Adem wit licht in en water uit. Adem energie in en spanning uit. We gaan richting het einde van deze Yoga Nidra. Voordat je je vingers beweegt, voel eerst je vingers. En stel voor dat je ze beweegt.
En beweeg dan nu heel rustig je vingers. Voel dan nu je tenen. Stel voor dat je je tenen beweegt. Beweeg dan nu heel rustig je tenen. Neem dan een wat diepere inademing richting je buik, richting je baby. En laat opnieuw alle spanning los op de uitademing. Laat de beweging van de adem steeds wat groter worden. Wanneer je het fijn vindt, kun je je lichaam strekken door je armen over je hoofd te brengen, misschien je benen lang te maken. Je kunt je voeten bewegen. En kom dan heel rustig via je zij omhoog naar een zittende houding. En wanneer je zit, open je rustig je ogen. En dan is de yoga nidra oefening compleet.